Ik weet hoe het is om te dissociëren. Mm-hmm. Ik weet hoe het is om te zwelgen. Mm-hmm. Om in een illusie te gaan, een escapisme. Wat bijvoorbeeld in die tijd van Poppy Wonderland zat ik helemaal in, hè. Ja? Ik helemaal in, ja, ja, ja. Dat was een personage eigenlijk. Nee, mensen bestaan uit veel delen, ja. Hè. Wij hebben vele personages in ons. Mm. Maar als ik nu naar haar kijk, naar de Meredith van Poppy Wonderland, dan ben ik ook wel maske toch zo. Oh. Maske toch, ja, ja. Hallo, mijn naam is Peter Perceval. Welkom bij Keerpunt. Een podcast over gewone mensen die buitengewone keuzes maken in hun leven. Mensen zoals u en ik die hindernissen, uitdagingen, problemen, veranderingen tegenkomen in hun leven en vertellen over de manier waarop ze daarmee zijn omgegaan. Omdat het voor iedereen inspirerend kan zijn. In deze aflevering praat ik met Meredith van Overloop. Meredith werkt als coach met teams en bedrijven. Maar misschien herkent u haar ook als de leadzangeres van de succesvolle muziekband Pop in Wonderland, waarmee ze in de jaren 90 en begin van deze eeuw ook de nodige hits scoorde en regelmatig op tv kwam. Maar er is veel meer aan het verhaal van Meredith. Zij sleurde namelijk een enorme zak met kindertrauma's mee en ze probeerde daar 17 jaar geleden een boek over te beginnen schrijven. Het duurde uiteindelijk bijna 2 decennia voor ze de juiste woorden en de juiste vorm vond om dat boek geschreven te krijgen. Het resultaat is een prachtige psychologische thriller die De Vuurvrouw heet. Vanuit haar ervaring met kindertrauma's en de nodige therapieën zet ze zich ook in binnen de echo-lotgenotenwerking voor kindermishandeling. Daarover en over nog veel meer vertelt ze in het volgende uur. Thank you.